Mijn tip voor deze boekenweek is dit boek. Het heet De Japanse Minnaar van Isabel Allende. Waarom deze tip? Ik vond het een heel bijzonder boek, omdat het zeer authentiek en wijs schrijft over de mens. Met al zijn fouten en goede kanten bij elkaar. Verder is het bijzonder, omdat het heel erg mooi benadrukt hoe belangrijk het is om in verbinding te zijn met de belangrijke ander. Het begint met een jong, beetje schuchter, verlegen meisje die gaat werken in een bejaardentehuis. En ze ontwikkelt een heel bijzondere vriendschap met een oudere mevrouw. Die in tegenstelling tot dat meisje Irini juist heel luidruchtig is en mooi en een beetje dominant. En zij krijgen toch op een bijzondere manier een goede klik met elkaar. En de personages zie je langzaamaan daardoor groeien. En er komen allerlei... het verleden van oma, de oudere bejaarde mevrouw, wordt op die manier langzaam blootgelegd. En tegelijkertijd zien we ook in het personage van oma langzaamaan hoe zij groeit door dit contact met deze mevrouw. Dus een aanrader. Ik kom vooral bij ons langs.